De mannen van de Almeerse hockeyclub hebben vanmiddag een gevoelige nederlaag moeten incasseren. De Almeerders verloren op eigen veld met 5-3 van concurrent Hurley. Vlak voor tijd leidde de Almeerse nog met 3-2, maar de ploeg ging desondanks onderuit. Hurley heeft door de zegen nu 4 punten in de hoofdklasse, terwijl de Almeerse nog op 1 punt staat. En de klap van de nederlaag kwam hard aan bij coach Pascha Gademan. Ik denk dat we in de eerste helft scoren natuurlijk die 1-0. En daarna spelen we heel timide. Dan spelen we een beetje alsof we die 1-0 moeten verdedigen. En dan wordt alles heel traag. Die wedstrijd wordt heel traag. En daar schijnen zij wat beter mee om te gaan dan wij op dat moment. Op het moment dat we 2 in achter komen, dan komt eigenlijk pas de energie vrij die je, vind ik, vanaf het begin af aan moet hebben. Kom je goed op 3-2 en dan denk je van oké, nu kunnen we doorpakken. Ja, dan geef je hem nog weg. En dat is natuurlijk wel heel erg zonde. Ik weet niet, we zitten niet strak genoeg op onze duels, dus we krijgen elke keer wat tijd om die ballen. Ze hebben geen grote kansen gecreëerd op basis van een uitgespeelde kans, maar wel gewoon door die bal in te brengen de hele tijd. Dus we zitten niet goed genoeg in die druk. En ik vind dat we daarna wel corrigeren. Ja, ik denk we kwamen gewoon echt met pech. Komen ze dan in die eindfase, krijgen ze die strafbal, krijgen ze nog die rare goal. Ja, die 5-3 was uiteindelijk, omdat wij natuurlijk vol voor de 4-4 spelen. Ja. Die kunnen we allemaal wel slikken, maar het moment daarvoor was wel heel taai. Ja. Hoe groot komt die klap aan? Want ja, zij staan nu op 4 punten, jullie op 1. Ja, nee, het was in dat opzicht wisten we dat. Hè? Of als we wonnen, stonden wij voor. Dus ik denk niet dat het gelijk klaar is of zo. Hoor. Dus we moeten nu gewoon weer door. En we hebben nu een extra stuntje tegen een topploeg nodig, denk ik. En nu door naar volgende week. Dat is sport toch? Ik bedoel, deze pijnlijke momenten horen erbij. We hebben er vaker slechter voor gestaan. Maar het zou al een zwaar seizoen worden. Dat is bij deze bevestigd en nog net iets zwaarder geworden. Ja.